De belangrijke brandhaarden in Nigeri moeten op creatieve wijze worden aangepakt om de rookontwikkeling in het district tegen te gaan. Dit stelde minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder deze week op een persconferentie. De bewindsman wijst erop dat de rookontwikkeling er voorlopig zal blijven vanwege de droogte. Er zijn vraagstukken, of tenminste er zijn mogelijkheden om via de helikopter te blussen, zoveel als mogelijk met water zakken. Die technologie is er, die mogelijkheden zijn er. Helikopters zijn er ook, maar er zitten wat financiële aspecten aan verbonden. Het zijn hele dure operaties. Wederom climate change, niet voorzien, niet in een begroting. Dus de vraag is, hoe betaal je dan? Ramdin vindt dat er echt een oplossing voor het rookprobleem gezocht moet worden en dat de politie moet gaan optreden tegen de verantwoordelijken. Ik denk dat die kwestie van bosbranden, ik doe weer een beroep op de samenleving in totaliteit om geen afval te verbranden op dammen. Ik heb net foto's gezien op Oost-West-verbinding waarop dammen wordt gebrand. En dat creëert dan rookontwikkeling over de weg, heel gevaarlijk. Het is alleen maar het wachten op een ongeluk dat zich kan voordoen als gevolg hiervan. Maar dat is de onverantwoordelijkheid van betrokkenen. Het is verboden. En de politie moet daar heel hard op ingaan. De bewindsman gelooft dat de situatie niet beheersbaar zal zijn als mensen in deze grote droogte afval verbranden. Nu de situatie onbeheersbaar is, wordt de samenleving gevraagd helemaal geen afval te verbranden.